Dames en heren, goedemiddag op deze mooie aprildag. Van harte welkom bij deze bijeenkomst vanmiddag, deze lezing. We beginnen met onze hoofdgast, dames en heren, Sunny Bergman. Dankjewel, doet de microfoon het? Horen jullie mij? Ja. Nou, fijn dat jullie er allemaal zijn. Bedankt dat jullie hier komen luisteren naar ons. Ik werd gevraagd om te spreken in het kader van de vrijheidslezingen. En als je nadenkt over vrijheid, kan vrijheid volgens mij alleen bestaan in gelijkwaardigheid. En vandaar het thema van deze lezing, wit is ook een kleur. Er wordt vaak gezegd dat Nederland een heel vrij land is, dat iedereen hier kan doen en zeggen wat hij wil of zij. Maar ik heb het ook anders ervaren de laatste tijd. En om dat toe te lichten wil ik beginnen met een kort stukje uit mijn documentaire Zwart als Roet, van een paar jaar geleden. En we gaan kijken naar een actie waarbij ik aanwezig was van de actiegroep Zwarte Piet Niet in Gouda. Tijdens de nationale intocht van Sinterklaas. En ik was daar bij om dat vast te leggen als journalist, als filmmaker. Uiteindelijk zijn we allemaal gearresteerd. Welkom op deze historische dag. Wat heel belangrijk is, wij zijn niet de agressoren. Dat is niet alleen wat we zeggen, maar ook wat we ten alle tijde moeten laten zien. Wij moeten ten alle tijde onze rust bewaren, ja? En onze principes van vreedzaam protest handhaven en in stand houden. Kom, kom erbij. Even tussenuit, kom op. Ik krijg hier aandacht voor, maar dat is geen positieve aandacht. Dat vindt u. Het gaat erom dat je doet wat juist is. En ik weet in mijn hart en in mijn ziel dat wij doen wat juist is. We zijn burgers van Nederland. Ten eerste demonstreren we niet. We staan hier en we staan hier gewoon. Ja, we mogen hier staan. We dragen shirts met daarop onze mening. Dat mag ook. Waarom zouden we hier niet mogen zijn? Ja. Nou, omdat jullie hier staan om duidelijk een boodschap te verkondigen. Iedereen die hier staat verkondigt een boodschap. De zwarte pieten die hun gezicht zwart sminken verkondigen een boodschap. De politie die hun gezicht zwart sminken verkondigt een boodschap. De burgemeester die zwarte pieten ontvangt verkondigt een boodschap. Iedereen verkondigt een boodschap. En we hebben evenveel recht om boodschappen te verkondigen als elke andere burger in Nederland. And then the police start to push the anti-black Pete protesters back in order to arrest them. A group of officers jump on one of the most well-known protesters. Being colorblind is no doubt a great ideal, but skin color does have a bearing on daily experiences. Wat je hier ziet is Jerry Afrié, die gearresteerd wordt op hardhandige wijze. Hij is een van de voornaamste activisten die sinds 5 jaar of zo actie voert tegen Zwarte Piet. En het interessante was... Ik was daar dus om te filmen. Ik heb deze beelden niet gedraaid, die laatste beelden. De groep, zeg maar, activisten was in tweeën gesplitst en ik stond ergens anders te filmen. En mijn stagiaire zei, Sunny, er gebeurt daar wat. Ze worden gearresteerd. Dus ik rende snel terug, maar de politie was voor de arrestatie van Jerry gaan staan met paarden en fietsen en zo. Dus ik kon dat niet filmen. Dit zijn beelden die genomen zijn... met een mobiele telefoon door Perez en een andere activist die er wel bij was. Dus toen ik bezig was, kon ik dit niet filmen. Toen werden de andere arrestanten, de andere groep werden
gearresteerd. En toen ben ik daarbij gebleven om te filmen, omdat ik dacht, als ik erbij sta met mijn camera, dan is dat in ieder geval een manier waardoor je zeg maar een vinger aan de pols houdt en waarbij door de politie misschien minder geweld gebruikt tijdens de arrestaties. Met als gevolg dat ik bleef erbij en ineens stond ik in de groep die dus gearresteerd werd. En toen zei ik tegen de politie, maar ik ben aan het werk. Maar dat wou niet baten. Toen is mijn camera afgepakt. En vervolgens zaten we in het busje achteraf met mede-arrestanten. Zat ik in het busje en hoorde ik op de radio, de raddraaiers zijn opgepakt. Dat Rutte zoiets zei. En dit is later in de nationale media eigenlijk geframed. Dit was echt een heel duidelijk voorbeeld, omdat ik erbij was vanaf het begin af aan. Waarbij er totaal ander beeld van de werkelijkheid is geschept dan wat daar gebeurde. Zoals je zag, vanaf het begin af aan was het idee vreedzaam protest in de vorm van t-shirts, dus teksten. Maar er was een journalist van Pauw Nieuws of van Geen Stijl, een van die twee, die had getwitterd, activisten schelden kinderen uit voor racisten. Dat is vervolgens overgenomen door het NRC en andere kwaliteitsmedia. En op de voorpagina van de NRC stond de volgende dag, hooligan aanpak werkt. Waarbij de activisten, die tegen Zwarte Piet aan het protesteren waren, dus de hooligans waren. En er is daarna ook geschreven over rellen die waren veroorzaakt op het plein. Er waren geen rellen, mensen stonden stil. En zeg maar de chaos die veroorzaakt werd, was mijns inziens het resultaat van de politie, die daar in grote getalen was en onnodig, disproportioneel optrad. Interessant is ook om te zien, dit stukje is uitgezonden in de documentaire Zwart als Roet. En ook op social media is die arrestatie van Jerry veelvuldig gedeeld. En mensen waren er heel erg verontwaardigd over. Een detail, of niet een detail, maar een belangrijk feit om te weten is dat Jerry samen met Quincy Gario al eerder is gearresteerd voor het dragen van een t-shirt. Waar naar de nationale ombudsman heeft geconcludeerd dat die arrestatie onterecht en te hardhandig was. En vervolgens gebeurt het dus weer. En dus dit is in het nieuws gekomen. Daarna heeft de politie Jerry Afrije aangeklaagd voor mishandeling. Dus er is een rechtszaak van gekomen. Jerry heeft zijn beveiligingspas. Hij werkte als beveiliger. Naast activist is hij dichter en kunstenaar, maar ook beveiliger. Hij is zijn beveiligerspas kwijtgeraakt. Want als er een aanklacht tegen je loopt, dan mag dat niet meer. Hij heeft die zaak gewonnen onlangs. Ook na het zien van de beelden heeft de rechter geconcludeerd. Het is een beetje een omgekeerde wereld om te zeggen dat hij de politie heeft mishandeld. Er was één agent die een geknepen was in zijn binnenbeen, dat is het idee. Dat was de aanklacht. En de politie heeft het daar niet bij gelaten en is in hoger beroep gegaan. Dus dit is een voorbeeld van wie heeft vrijheid om te zeggen wat hij wil in Nederland. En hoe gaat de macht, de dominante structuur, daarmee om? En dit is een duidelijk voorbeeld, mijns inziens, van het feit dat sommige groepen minder vrij zijn dan anderen. Ik heb het dit jaar weer ervaren. Dit jaar ben ik meegegaan uit solidariteit met de activisten in Rotterdam om te protesteren. En toen, eigenlijk voordat we konden demonstreren, is iedereen opgepakt. In verschillende groepen. Er zijn 300 mensen gearresteerd die dag. En er was ons totaal onduidelijk waarom, wat we fout hadden gedaan. En de burgemeester van Rotterdam heeft vervolgens gezegd, ja, er was een noodverordening en daarom mocht er niet gedemonstreerd worden, want er waren signalen binnengekomen dat er geweld gepleegd zou kunnen worden bij de AIVD. Nu is het probleem dat je natuurlijk daar niks tegen in kan brengen, want de AIVD, dat is vertrouwelijke informatie. Maar ik race mee in die bus en ik kan jullie in ieder geval verzekeren dat de mensen waar ik mee was absoluut niet van plan waren geweld te gebruiken. En daar gewoon waren voor een vreedzaam protest. Dus zo zie je dat gemarginaliseerde stemmen, zeg maar via, ja, volgens mij machtsmisbruik van de overheid,
gestopt worden. En ook in Rotterdam is er weer erg veel geweld gebruikt, vooral tegen zwarte activisten. Vooral tegen mannen, maar ook tegen vrouwen. En Jerry was daarbij ook, er is een ander filmpje ook op social media verschenen, waarbij Jerry zat al in de politiebus en die is er uitgetrokken door de politieagenten. En wederom nog eigenlijk erger dan hier mishandeld met politiestokken en zo, omdat ze hem kennen als een van de voormannen van de beweging. Dus dat heeft mijn vertrouwen in de onafhankelijke rechtsstaat wel wat doen afnemen. En ook in de manier waarop de politie omgaat met de burgers van Nederland. En om dat beter te begrijpen waarom die ongelijkheid bestaat, wil ik gaan praten over wit zijn, over mijn etniciteit. Wat betekent het eigenlijk om wit te zijn? En ik vraag me af wie hier in de zaal identificeert zich als wit of blank. Ik zie wat handen, maar ik zie ook mensen die mijn huidskleur hebben die niet hun hand omhoog steken. Jij bijvoorbeeld? Ja? Waarom identificeer je niet als wit of blank? Omdat ik niet wil dat mijn huidskleur bepaalt. Het is gewoon niet iets waar ik me mee identificeer, omdat ik niet vind dat de huidskleur iets bepalend moet zijn over mijn karakter. Ja. Dus was dat verstaanbaar? Hij zegt, mijn huidskleur moet niet bepalend zijn voor mijn karakter. Dus je ziet het niet als iets belangrijks in je identiteitsvorming. Ja. Hetzelfde als dat ik me niet interesseer omdat ik een bepaalde kleur ogen heb of zo. Ja. Ja, dus je vindt het net zo relevant als je oogkleur. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Nou, wat ik eigenlijk wil beargumenteren met de lezing vandaag is dat wat jij nu zegt, dat een voorbeeld is van wit privilege. Jij kan dat denken omdat je wit bent. En daarom zegt wit zijn wel wat over wie je bent. Want voor iedereen eigenlijk, ik denk iedereen die hier in de zaal zit die niet wit is, kan niet zeggen, het is irrelevant wat mijn huidskleur is. Snap je wat ik bedoel? En ik wil je daarbij ook niet aanvallen, want ik heb ook heel lang hetzelfde gedacht. Ik was me er niet van bewust dat mijn etniciteit of mijn huidskleur iets zei over mijn identiteit. Ik dacht, mijn politieke voorkeur, mijn ouders, wat ik gestudeerd heb, de boeken die ik lees, dat draagt bij aan mijn identiteitsvorming of dat zegt iets over wie ik ben. Maar niet het feit dat ik wit ben. Overigens, ik zeg wit, daar worden mensen ook soms boos over in plaats van blank. Dat komt omdat blank eigenlijk ook een gekleurde term is, niet neutraal. Blank, als je denkt aan blanke lak, betekent eigenlijk doorzichtig. Blank, als je het opzoekt in het woordenboek, staat ook wel voor puur, voor iets verhevens. Dus het is ook een koloniale term. En mijn argumentatie is juist dat wit ook een kleur is, dus daarom opteer ik niet voor de term die doorzichtig betekent. Dat is eigenlijk kleurloos. En dat is inherent aan het probleem van witheid, dat we onszelf als kleurloos, als neutraal zien. En om verder te kijken naar wat witheid betekent, hebben we een onderzoek gedaan voor de film Wit is ook een kleur. En daarvan wou ik graag het volgende filmpje bekijken. Welke huidskleur vinden mensen het mooist? Dat is echt een huidskleur. Welk jongetje is het slimste? Die. En welk jongetje is het stoutst? Die om die kijkt best boos. Welk kindje krijgt het meeste straf van de juf? De zwarte. Welke pop is het slimste? Deze. Waarom? Dat hij niet in zijn luier blaast. Welke pop is het slimste? De witte. Omdat witte mensen, dit bijvoorbeeld is een Indiaan, is een donkerblut mens, is een beetje dom. Hij weet eigenlijk niet wat de mensen willen en zo. En dit is een Amerikaan
En die weet alles. En welk kindje is het stoutst? Ben, maar deze zijn niet mijn kleren. En welk kindje is de baas? Dat is de slimste. Welke pop vind je het mooist? Deze, wat ik was heel fijn. En zo was ik ook vroeger. Welk kindje haalt de hoogste cijfers? Deze is moeilijk. Ik denk deze. Ja? Ja. En welk kindje krijgt de meeste straf? Deze. Maar ik weet niet waarom. Welke pop is de baas? Niemand is toch de baas? Nee. Je bent de baas over jezelf. Dit experiment hebben we gedaan met kinderen tussen de 4 en de 6 jaar oud. Dat hebben we gedaan bewust, want op een gegeven moment leren kinderen wat sociaal wenselijk is. Dus we hebben op een gegeven moment was er ook een zusje mee van iemand van een jaar of 8, 9. En toen dachten we, nou, kijk wat er gebeurt als ik haar deze vragen stelde. En ze was ook heel slim, dat meisje. En ze zei van, ja, dat slaat nergens op wat je nu zegt. Slimheid koppelen aan huidskleur. Dus op een gegeven moment ontstaat er een bepaald bewustzijn bij kinderen dat racisme slecht is en dat je dat soort dingen niet kan zeggen. Maar dat sociaal wenselijke gedrag, dat mensen dus aanleren wat je wel en niet mag zeggen, dat ontstaat pas op oudere leeftijd. En wij hadden daarom gezocht naar jonge kinderen, omdat we wouden zien wat eigenlijk op onbewust niveau kinderen meekrijgen over de hiërarchie in huidskleur. En het interessante is, dit is een onderzoek wat al vaak gedaan is in het buitenland ook. Voor het eerst tijdens de rassensegregatie in Amerika. Maar het was nog nooit in Nederland gedaan. En wij wilden onderzoeken hoe het hier in Nederland, wat voor resultaten we zouden krijgen. We hebben dat geprobeerd. We hebben eerst wat scholen aangeschreven van of ze mee wilden doen. Maar geen enkele school wou dat, omdat de onderzoeksmaterie eigenlijk te precair is. En toen zei een van de researchers die voor de film werkte, die zei van, nou ja, waarom proberen we het zelf niet? En ik heb iets van 15.000 volgers op Facebook. Dus ik heb een oproep geplaatst, heel simpel, op Facebook, van welke ouder wil meedoen aan dit experiment. En dat is relevant omdat het dus totaal geen dwarsdoorsnede is van de Nederlandse samenleving, de ouders die mee hebben gedaan aan dit onderzoek. De meeste mensen, denk ik, die mij volgen op Facebook, volgen mij vanwege mijn werk. En dat is altijd wel vrij feministisch en antiracistisch. Dus die ouders hebben daar bovenmatige interesse in, ga ik vanuit. Dus we hebben ook vervolgens aan alle ouders die meededen gevraagd wat voor politieke partij ze stemden. En bijna 90% stemde links politieke partijen. Dat is interessant. Het zijn dus ouders die van zichzelf niet vinden, niet geloven in racistische ideologie. Het zijn geen PVV-stemmers, daar zat er geen een van bij. En zelfs geen VVD-stemmers. En op het moment dat de ouders keken, want ze konden allemaal live meekijken in een andere zaal, waren ze eigenlijk heel erg geschrokken. Omdat ze zoiets hadden van, waarom zeggen mijn kinderen dit? Dit is niet iets wat ik mijn kinderen leer. Ik leer ze om kleurenblind te zijn. Ik leer ze dat huidskleur er niet toe dit doet, een beetje wat jij zegt. En ik wil niet dat ze dit zeggen. Dus die ouders, de meeste ouders, sommigen die namen het ook licht of die zeiden van, goh, het betekent niet zoveel. Maar wij zagen natuurlijk de totaliteit van de antwoorden en ongeveer 80-85% van de kinderen gaf dit soort antwoorden. Dus waarbij ze wit, de goede positieve kwaliteiten aan wit toeschreven en de negatieve kwaliteiten aan zwart. En de resultaten van dit onderzoek zijn eigenlijk ook wel conform de resultaten van meer wetenschappelijke onderzoeken. Want nogmaals, bij ons was het geen
wetenschappelijk onderzoek, omdat we geen dwarsdoorsnede hadden van de samenleving om te beginnen. En we hadden geen controlegroep en al dat soort dingen. Maar wij deden het voor de film als indicatie om te onderzoeken wat de hiërarchie in huidskleur is, wat we onze kinderen meegeven. En het is dus niet bewust via de opvoeding, maar die kinderen reproduceren eigenlijk wat ze leren over huidskleur in films, in boeken, op televisie, op school. En wat je kan concluderen is dat er heel weinig positieve voorbeelden zijn waarbij niet-witheid gekoppeld wordt aan intelligentie, bijvoorbeeld. Er zijn natuurlijk heel veel voorbeelden waarbij niet-witheid gekoppeld wordt aan problematisch gedrag of aan criminaliteit. En dat ook die jonge kinderen pikken dat dus al op. Als je naar straf vraagt, blijkt dat ze toch veel sneller naar de pop wijzen met een donkere huidskleur. Zijn er vragen hier uit de zaal, specifiek over dit experiment? Want ik, in mijn ervaring altijd als ik erover praat, zijn er best wel veel mensen die vragen hebben over het experiment en de resultaten. Ja? Nee, ze zijn niet bewust. De vraag is of ik denk dat kinderen bewust zijn van de ongelijkheid in de samenleving. Nee, juist niet. Denk je dus dat ze nu al discrimineren op zijn jonge leeftijd? Of niet, want ze zijn komen uit een gezin dat eigenlijk als ouders zijn bijvoorbeeld links en die zijn egalitair. En toch zijn hun kinderen dit. Zien zij gewoon, observeren zij gewoon hoe de verhoudingen zijn in de samenleving? Zij hebben zeg maar de beeldvorming geïnternaliseerd. Dat is de theorie. Dus het is niet, je zegt niet deze kinderen zijn racisten. Maar wat we wel zien is dat deze kinderen eigenlijk opgevoed worden met een gedachtegoed waarin wit superieur is. En dat is dus geen bewust gedachtegoed. Het is niet, de ouders zitten dat niet zeg maar, tegen hun kinderen te verkondigen. Maar het is juist het omgekeerde. Doordat de meeste ouders dat idee van kleurenblindheid willen propageren. Dus eigenlijk wat jij zegt, ik wil dat het er niet toe doet. Dat was ook, want op een gegeven moment vroeg ik aan alle ouders van, praat je wel eens met je kinderen over dit soort issues? Over huidskleur, over racisme in de samenleving? En eigenlijk alle ouders zeiden nee. Want ja, ik wil er geen nadruk op leggen. Ik wil niet dat het er toe doet. Ik wil dat ze iedereen gelijk behandelen. Ik wil dat het niet uit hoeft te maken. En er waren enkele uitzonderingen. Er waren wat ouders van zwarte kinderen die zeiden, ja, ik praat er juist wel bewust over. Er was bijvoorbeeld een witte moeder die een donker kind had, die opgroeide in het noorden van het land, waar er heel weinig donkere mensen op school zaten. En zij zei van, ik zeg heel vaak tegen mijn zoontje van, je bent echt mooi. Je huidskleur is heel mooi en ik ga voor de spiegel staan en ik probeer hem echt positief te empoweren. En dat was heel ontroerend, want dat jochie die zei dat ook toen we hem interviewden. Van deze pop is mooi, want mijn moeder vindt dat ook heel mooi en mijn moeder zegt altijd dat ik mooi ben. Dus die moeder die zat nog te huilen toen ze dat zag van oh, het heeft gewerkt. Ik kan ook weer helemaal vol schrikken als ik aan terug. Maar goed, en er was een zwarte vader met een jongetje die donker was. Hij had een witte vrouw, ze hadden een kindje gemengd van afkomst. En hij zei van, ja, natuurlijk praat ik daar met mijn kind over, want ik moet hem wapenen. Ik moet hem sterk maken. Op een gegeven moment, mentaal, maar ook fysiek, moet hij weerbaar zijn voor het racisme wat hij zal tegenkomen. En ik zei van, gebeurt dat dan al? Zijn kindje was 5. Hij zei, ja, onlangs nog werd hij uitgescholden voor dief door andere kinderen. Dus het interessante was dat het alleen, en daarom zeg ik het is een wit privilege, want alleen de witte ouders zeiden van, ik laat dat. Het is niet een onderwerp waar ik over praat. En alle niet-witte ouders, of bijna alle niet-witte ouders, zeiden van, ik ben gedwongen om daar met mijn kind over te praten. Behalve, er was één witte moeder die wel gelijk zei van, ik praat daarover met mijn kind. En dat was de moeder van dit meisje. En dat was ook het meisje wat, zeg maar, non-conformistische antwoorden gaf. Die op een gegeven moment zei van, je kan alleen de baas zijn over jezelf. En die moeder, die moeder ken ik. Dat was de kleuterjuf van mijn zoon.
En dat was een fantastische kleuterjuf. En dat was ook toevallig een van de moeders waarmee ik op de school van mijn kinderen actie gevoerd heb tegen Zwarte Piet. En zij zei de eerste keer dat ik met mijn dochtertje over dit soort issues heb gepraat, was op het moment dat ze een zwarte man op straat zag. En toen was ze 3 en toen zei ze, kijk mam, daar heb je Zwarte Piet. En de meeste ouders schamen zich heel erg als zoiets gebeurt. En die brengen eigenlijk dat schaamtegevoel over op hun kind. Die zeggen dan, shh, mag je niet over praten, hou je mond. Maar zij dacht, nou, dat is een mooie aanleiding om te praten over waarom denkt hij dat het Zwarte Piet is. En van daaruit het gesprek op een natuurlijke manier verder te laten gaan. Heel veel ouders hebben aan mij gevraagd van, ja, maar hoe praat je dan met je kinderen hierover? Dat is natuurlijk een enorme, met een 4-jarige, weet je wel, over racisme praten. Dat is best wel heavy. En hoe doe je dat dan? En ik denk, ik heb daar ook niet een pasklaar antwoord op. Ik heb daar ook aan verschillende mensen, experts daarover, raad gevraagd. Maar eigenlijk is het antwoord meestal van, je moet de natuurlijke nieuwsgierigheid van je kind gebruiken. Kinderen hebben altijd vragen. En dan, op dat moment kan je een context schetsen, maar dan moet je zelf natuurlijk ook jezelf onderwijzen over hoe bepaalde ongelijkheden in de samenleving tot stand zijn gekomen. Dus je moet altijd praten met je kind over de geschiedenis en over macht. Waarom is die ongelijkheid zo als dat die is? Ik kan me herinneren dat mijn zoontje een keertje thuis kwam. Hij zat op de lagere school op een gemengde school. En dat hadden we ook bewust gedaan. En hij vroeg op een gegeven moment, waarom wonen alle Marokkaanse kinderen in flats? Dat was zijn observatie. En ook wel een vrij juiste observatie. De meeste kinderen die bij hem in de klas zaten, die in de flats woonden, waren van Marokkaanse of Turkse afkomst. En dat heb ik gebruikt, die vraag, gewoon om met hem te praten over van, ja, de geschiedenis van hoe gastarbeiders hierheen zijn gehaald om het werk te doen wat men niet wilde doen hier in Nederland. En waarom bepaalde sociaal-economische klassen zo is als die is. Want het probleem is, als je daar niet over praat met je kinderen, dan kunnen kinderen ervan uitgaan, dan gaan ze denken dat het normaal is. Dat armoede bij een bepaalde groep hoort, omdat dat nu eenmaal zo hoort. Dus als je geen context aanbrengt, dan gaan kinderen inderdaad die sociale werkelijkheid die ze om zich heen zien, als normaal beschouwen. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we kinderen daar kritisch over leren na te denken. Over sociale ongelijkheid en macht. En ook de geschiedenis van ons kolonialisme bijvoorbeeld. Als je hier, wat ik heb gemerkt in mijn werk, is dat op het moment dat je dit wil agenderen, dit soort thema's, dat heel veel witte mensen boos worden. Dat vooral natuurlijk met betrekking tot Zwarte Piet. Vandaag staat Sylvana bij de rechter vanwege de 40.000 doodsbedreigingen en haat en racistische opmerkingen op internet die ze heeft ontvangen. En ik heb daar zelf niet zoveel als Sylvane, maar ik heb ook wel flink wat van dat soort berichten mogen ontvangen. Vooral nadat ik gearresteerd was toen in Gouda. Omdat dat toen in het nieuws kwam en er niet mensen niet begrepen dat ik daar was als journalist. En omdat er zoveel over die rellen gesproken werd. En toen was het soort van 1+1=2. Ik had een kinderfeest willen verpesten en ik had rellen willen veroorzaken. Toen kreeg ik heel veel doodsbedreigingen. Op een gegeven moment zijn we ook even het land uitgegaan, omdat er ik en mijn gezin, omdat we een brief kregen met poeder erin. Er stond dat ik zou sterven voordat Sinterklaas het land uit was. Dus toen zijn we even vertrokken totdat Sinterklaas het land uit was. Allemaal heel absurde klucht eigenlijk. Dat Sinterklaas in het land betekent een soort gevaarlijke periode voor ons. Maar ik ben daarom gaan nadenken van waar ontstaat die boosheid? Waarom die heftige reacties? En de antiracisme trainer Robin DiAngelo,
Die heeft een heel interessant artikel geschreven als je, en ook boeken daarover. Maar online kan je dat zo vinden. Dat heet Why It's So Hard to Talk to White People About Race. En in haar analyse zegt ze eigenlijk, witte mensen hebben last van white fragility. Witte mensen zijn fragiel over het algemeen. Omdat wij witte mensen niet geleerd hebben om te gaan met racial stress. We zijn eigenlijk, ten eerste zijn we gesocialiseerd om onszelf als individu te zien, niet als onderdeel van een etnische categorie. En ten tweede hebben we geleerd dat we in principe goed zijn, moreel. Of dat we dat in ieder geval moeten nastreven om moreel goed te zijn. En op het moment dat racisme geagendeerd wordt, of discriminatie, dan worden beide aannames in twijfel getrokken. Dus je wordt gezien als onderdeel van een groep en je wordt gezien als slecht, denkt men. En daarom wordt er zo heftig gereageerd en wordt er eigenlijk niet geluisterd naar degene die dat agendeert, maar wordt diegene tot de dader gemaakt. Diegene die het racisme wil agenderen. Die fragiliteit, nou ja, die zien we volgens mij heel duidelijk in Nederland nu. En het interessante is ook als je kijkt bijvoorbeeld naar als je het koppelt aan het experiment met de kinderen, is dat volgens mij, wat ik mezelf ook kan herinneren uit mijn jeugd, is dat ik ben opgevoed inderdaad met racisme is slecht. We hadden racism beat it, kennen mensen dat nog, racism beat it? Zo'n soort gezellig, een festival en nou ja, dan hadden we weer iets gedaan tegen racisme. En ook voor mezelf, ik associeerde racisme met de dood van Kerwin Duinmeijer. Dat was uit mijn jeugd, dat was een racistische moord. Dus dat was inderdaad verschrikkelijk. Maar omdat mensen, dat we dus geleerd hebben om racisme te zien als dat, dus het intens slechte, voelen we ons enorm in de wiek geschoten op het moment dat iemand iets racistisch noemt. Want dan associëren we dat met de Koekoeksklan of met lynching of met moord. Terwijl eigenlijk we allemaal gesocialiseerd zijn zoals deze kinderen. Dus we zijn allemaal in meer of mindere mate op racistische manier gesocialiseerd. Als ik aan mezelf terugdenk, ik had ook ouders die heel links waren, heel egalitair. Maar ondertussen luisterden we bijvoorbeeld naar Kinderen voor Kinderen. Zijn er mensen die hier nog Kinderen voor Kinderen kennen? Ja? Heel veel. En, hè? Ja, ik ga voor jullie zingen. Het liedje Een kind onder de evenaar is meestal maar een bedelaar. Dat weten jullie nog wel. De tekst is overigens nu wel veranderd. Maar toen ik opgroeide, blerden we dat mee met z'n allen. En ook mijn ouders zeiden niet van, eigenlijk best wel raar om alle kinderen onder de evenaar als bedelaar af te schilderen. Het is ook dehumaniserend eigenlijk. Ik heb zelf heel vaak voor mijn werk ook rondgereisd rond de evenaar. En dan kan je verzekeren dat er heel weinig bedelaars zijn over het algemeen. De meeste mensen hebben natuurlijk ook gewoon werk en gaan go about their daily business. En kinderen gaan naar school en helpen mee op de boerderij en zo. Dus dat soort beelden, ja, die worden onwillekeurig in ons hoofd geplaatst. Ik heb ook met mijn ouders erover gehad dat ze ons voorlazen uit Pippi Langkous. En dan, ik weet niet of jullie nog weten, maar de vader van Pippi Langkous, die was dan kapitein en die viel overboord. En die spoelde aan op een Takatuku-land. En daar werd hij de negerkoning. Nou ja, als je daarover nadenkt, waarom, hoezo? De impliciete aanname van het verhaal is van natuurlijk, een witte man komt op een eiland en wordt automatisch de baas. En dat is natuurlijk eigenlijk ook onze geschiedenis, maar alleen werd het niet automatisch dat mensen de baas werden, maar via bloedvergieten en onderdrukking. Dus die beelden, dat is allemaal nog gewoon heel vers in het geheugen en eigenlijk is daar nog niet heel veel verandering in. Wat ik ook ontdekte tijdens de research voor de film Wit is ook een kleur, en wat ik zelf wel interessant vond, was dat als je opgroeit met veel privileges,
dat het dan eigenlijk ook slecht is voor je karakterontwikkeling. Om daar verder op door te gaan, wil ik eerst het volgende filmpje even kijken. Het is een ongemakkelijke waarheid. Mijn witte huid geeft mij voordelen die ik als vanzelfsprekend ervaar. Zo permitteer ik het me om op weg naar mijn favoriete zwemplek, iets banaals als een verboden toegangsbordje, compleet te negeren. Terwijl mijn vriendin Ama, die ook in de buurt woont, zich juist genoodzaakt voelt het verbod serieus te nemen. Jij gaat gewoon doorheen. Jij loopt gewoon. Jij ziet het niet eens. Toch? Ja, ik zie altijd mensen hier lopen. Maar jij ziet dit bordje en je denkt dan, ik ga hier niet lopen. Nee, ik ga hier niet lopen. Er staat toch duidelijk dat het niet mag. En waarom denk je dat ik dan wel hier doorheen loop door dit pad? Nou, ik denk dat jij er gewoon niet bij stilstaat. En ik wil geen vragen gaan beantwoorden, dus ik doe het niet. Zullen we gewoon even daarheen lopen? Nu wel? Ja, nu wel, want ik ben gewoon met jou. Dus nu is het minder problematisch, you know? Dan neem jij er eentje mee. Dat mag wel. Maar is het dan ook wel eens echt gebeurd? Ja. Echt? Ja, iemand. Ik ben hier een keertje iemand tegengekomen die zei dat ik hier niet mocht zijn. Ik mocht hier niet lopen. En mijn witte vriend, die loopt hier elke dag met zijn hond. Ze lopen hier gewoon. Hij is nog nooit weggestuurd. Jij wel? Nee. Wel toevallig, toch? Ja, jij hoeft niet na te denken over waar je bent en hoe je dat doet. Je doet gewoon waar je zin in hebt. Dus mijn kleur, mijn witte kleur, verschaft me dus eigenlijk hier in Nederland veel meer vrijheid. Niet alleen in Nederland. Overal ter wereld. Maar denk je dat die onbekommerde vrijheid die ik geniet ook leidt tot een soort van superioriteit? Ja. Omdat je denkt dat het voor iedereen is. Dus misschien snap je niet zo snel dat dat niet het geval is. Dus jij denkt eigenlijk... Dat mijn ervaring universeel is. Ja, dat jouw ervaring universeel is. En dat is een superieur idee. Dat jij dat zo kan bedenken voor iedereen. Dat is best wel gek eigenlijk. En iets subtiels weer. Het is niet dat je rondloopt van... Ho, 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 ik ben zo groot en ik ben beter dan jou. Maar met al je ideeën... Alle ideeën samen zorgen wel voor een bepaalde superioriteit. Dat vond ik wel interessant dat ze aan me dat zei. Want ik zat zo over na te denken van wat witte superioriteit dan behelst. En dan dacht ik altijd dat je dan op een bepaalde manier negatieve stereotypes reproduceerde of zo. Maar door haar uitleg begreep ik eigenlijk dat in die vrijheid... Die ervaring en in die veronderstelling van universaliteit, dat daarin al dat superieure idee ingebakken zit. Omdat je niet verplaatst in de ander en vanuit gaat van jouw ervaring. En dat is ook wat er vaak gebeurt op het moment dat mensen eigenlijk niet willen horen dat er racisme of discriminatie bestaat in Nederland. Omdat we een zelfbeeld hebben van Nederland als vrij en gelijkwaardig land, dan zeggen ze feitelijk tegen die ander van jouw ervaring, die zie ik niet. Want mijn ervaring is anders en ik maak dat niet mee. Dus al in de ontkenning van racisme zit een bepaalde superioriteit. Want het is natuurlijk zo dat er ontelbare onderzoeken al gedaan zijn die gewoon laten zien dat het zo is. Dat het en op de arbeidsmarkt en in het onderwijs, dat het gewoon, dat racisme structureel is. Er is een onderzoek waaruit blijkt dat niet-witte kinderen, als de leerkracht bias heeft, en dat die bias kan je meten. Er is een onderzoek waarbij ze de bias van de leerkrachten hebben gemeten. Via een onderzoek is heel leuk om te doen. Die kan je bij Onderhuids, de website Onderhuids, doen. En dan die test heet die Implicit Association Test. En daarbij kan je zien wat jouw bias is towards white faces en black faces. En
Op het moment, ongeveer een derde van de witte mensen heeft een sterker voorkeur voor witte gezichten. Of associeert witte gezichten sterk met positieve en zwarte gezichten sterk met negatieve kwaliteiten. Dus een derde van alle witte mensen heeft dat. Als je dan kijkt naar de leerkrachten die dat hebben, en als we er even gemakshalve van uitgaan dat de meeste dat leerkrachten net mensen zijn, dus ook een derde van de leerkrachten dat die sterke bias heeft. Dan hebben ze gezien dat die kinderen van die leerkrachten een heel schoolniveau lager scoren op de CITO-toets. Wat interessant is, want de CITO-toets wordt geacht een objectieve, neutrale toets te zijn. Maar de conclusie van dat onderzoek is dat op het moment dat jij als leerkracht een sterke bias hebt, een negatieve bias, naar kinderen die niet wit zijn, dan straal je dat uit. Je hebt lagere verwachtingen over de resultaten van die kinderen. En die kinderen, dat wordt eigenlijk een self-fulfilling prophecy. Dus die kinderen scoren slechter op de CITO-toets omdat ze de hele tijd van die leerkracht het gevoel krijgen dat ze toch niet zo intelligent zijn als hun witte medeleerlingen. Nou, dit zijn voorbeelden van hoe structureel, zeg maar, dat racisme in onze samenleving zit. Maar toch, elke keer wordt het ontkend door voornamelijk witte mensen, omdat ze uitgaan van hun eigen ervaring. Nou, ik zei net voor dit filmpje dat het interessant is dat het dus ook dat geprivilegeerde opgroeien slecht is voor je karakterontwikkeling. En er is een onderzoek wat dat onderstreept. Daar hebben ze proefpersonen Monopoly laten spelen. En er waren een aantal proefpersonen die kregen stiekem wat meer geld. En dan de andere startpersonen. Wat zagen ze? Op die mensen die met een verbeterde starterspositie begonnen, die gingen zich asocialer gedragen. Ze hadden een grote bak chips in het midden, die pakten daar meer chips uit. Die waren hardere grappen aan het maken. En achteraf, toen gevraagd werd waarom ze gewonnen hadden, want meestal wonnen die mensen met die betere startpositie, weten ze het niet aan het feit dat ze dus meer geld hadden gekregen om mee te beginnen. Ze weten het aan hun eigen strategisch inzicht. Nou, dat is eigenlijk een beetje wat je in de samenleving ook ziet. Dat de geprivilegeerde groepen, mensen die minder te maken hebben met onderdrukking op, en ja, sorry voor de witte heteroseksuele mannen hier, dat zijn toch jullie. Jullie zijn de meest geprivilegeerde groep. Dat het vaak zo is dat die niet willen erkennen dat ze een verbeterde starterspositie hebben. Dat vinden ze heel moeilijk. Maar eigenlijk is het dus zo dat je minder goed leert je empathisch vermogen te ontwikkelen op het moment dat je zo geprivilegeerd bent. Wie hier in de zaal is wel eens seksistisch bejegend? Best wel wat vrouwen. En hebben jullie dan wel eens geprobeerd daar wat van te zeggen? Ja? Ja. En? Ik heb lang geleden hier gesolliciteerd, ik werk hier nu niet meer. Ja. En ik was ongeveer 2 jaar afgestudeerd en toen vroeg de HR-manager, denk je dat je al serieus wordt genomen als vrouw in zo'n functie? Die vroeg zich af of hoogleraar mij wel serieus zou nemen. Dus die legde het alvast neer, het probleem bij jou. Ja. Ja. En heb je daar wat van proberen te zeggen toen? En toen? Ik zei, ik zou niet weten waarom niet. Ja. Ja, leg eens uit waarom het niet serieus zou worden genomen. Ja. Nee. Vaak is het wel, in mijn ervaring is het zo dat op het moment dat je bijvoorbeeld seksisme aankaart, dat mensen je dan overgevoeligheid verwijten. Van doe niet zo moeilijk of stel je niet zo aan. En mensen het eigenlijk niet zien als een soort leermoment om zichzelf te verbeteren. In de academische literatuur hieromtrent worden dit soort opmerkingen microagressies genoemd. Dat zijn vormen van uitsluiting. En die microagressies die zijn op zichzelf staand, die ene keer misschien niet wereldomvattend... Maar op het moment dat het keer op keer gebeurt, produceren ze uitsluiting en minderwaardige posities in de samenleving. En de academicus Sinan Chankaya die heeft onlangs de term micro-revoluties geïntroduceerd. En dat laat zien dat je op het moment dat er zoiets gebeurt, dat je kan counteren met een strategie, een manier
om die agressie om te draaien, waardoor je een micro-revolutie veroorzaakt. Om dat te onderstrepen heb ik een voorbeeld van iets wat onlangs bij mij gebeurde. Ik moest net als hier een lezing geven ergens. En degene, de moderator, dus je bent gewaarschuwd, we zaten daarna wat te drinken, een hele aardige man. Die zei op een gegeven moment, wou ik gedag zeggen, want ik ging weg, dus ik stak mijn hand uit. En toen zei hij, kan er geen kusje vanaf. En dat vond ik een beetje creepy, maar ik wist ook niet zo goed hoe ik moest reageren. Dus ik gaf hem een kusje op zijn wang. En mijn vader die was mee. Mijn vader die gaat vaak mee als ik moet spreken ergens. Dat vinden we gezellig. En dan rijden, dan chauffeurt hij mij en dan kan ik lekker relaxen. En, het enige is dat hij altijd een grote joint rookt als we vertrekken. Dan moet ik nog fris blijven. Maar... En mijn vader die stond erbij en die bekeek dat een beetje laconiek. En toen die man gedag wou zeggen tegen mijn vader, toen hij zijn hand uitsteek, toen zei mijn vader, kan er geen kusje vanaf? Waardoor die man gelijk de belachelijkheid van zijn vraag inzag, zonder dat we dat expliciet hadden moeten zeggen. Nou goed, jij moet afronden? Oké, nou ik had nog een filmpje, ik heb nog meer. Ik weet nooit hoe lang het gaat duren wat ik vertel. Ja, precies. Maar ik wil dan eindigen met die micro-revoluties. Want uiteindelijk, gelijkwaardigheid in de samenleving heeft te maken met macht. Wie heeft de macht? Welke groepen hebben de macht? En ik zou iedereen willen oproepen om te onderzoeken op welke manier je micro-revoluties kan plegen in je eigen leven. Kijk naar je eigen organisatie, hier op de universiteit. Hoe is het hier verdeeld met macht? En kijk wat je er zelf... tegen kan doen. Oké, dankjewel.